Nou, ik denk dat ik maar gewoon lekker ga beginnen. Welkom voor iedereen bij de Facebook Live. Ik ga twee paaswerkstukjes aan jullie laten zien. Eentje is een paashanger en de andere dat is een klein doosje gevuld met paaseitjes. Nou, ik hoop het inderdaad, Femke. Een beetje lente door de computer heen. Even kijken hoor. Als eerste wilde ik graag laten zien aan jullie hoe ik het doosje ga maken. Dat heb ik gemaakt met mijn kraftstencil. Dat is de productcode, is de PS8112. En die heb ik gehaald uit dit velletje designpapier. Ik heb voor deze live echt lekker van alles door elkaar heen gebruikt aan aangekleurd papier. Het wordt een vrolijke boel, maar het komt wel uit allerlei blokjes. Deze komt in ieder geval uit Eliner Summer Picnic. Dat is de PB7056. Nou, we gaan het doosje uiteraard aan de achterkant eruit halen. Als je het prettig vindt, kun je hem uiteraard vastplakken. Ik vind het vaak uit de losse hand net zo makkelijk. Maar dan moet je hem uiteraard niet verschuiven. Als eerst teken ik alle buitenste lijnen van het doosje om. En dat doe ik gewoon met een potlood. Uiteraard. Nou ga ik hier voor mezelf een heel klein stipje bovenin zetten. Die zet ik ook hier en hier. Dan weet je straks beter met knippen tot waar je de flapjes voor de onderkant kunt knippen. Nou, ik zie dat er nog steeds mensen binnendruppelen. Welkom bij de live. Gezellig dat jullie meekijken. Ik heb twee werkstukjes voor vandaag. De eerste is een doosje en de andere een paashanger. Nou, met het doosje ben ik vast begonnen. Dat is het melkkartonnetje. Het melkpakje. Nou, nu zien jullie dat de buitenste lijnen er vast om staan. Nou kun je ze eventueel de binnenste lijnen voor het vouwen allemaal lichtjes met een potlood tekenen. Wat ik zelf ook wel makkelijk vind en het wordt gelijk netjes, is om ze gelijk te rillen. Nou vind ik het zelf lastig om dat gelijk langs het stencil te doen. Oh, ik ga hem toch even vastplakken. Want hij gaat ook bij mij net schuiven. Voor het rillen leg ik de liniaal netjes langs het, langs het smalle randje van het stencil. En dan ga je daar met je rilpen langs. En zo kun je in het stencil gelijk zien waar allemaal de rillijnen komen. Even kijken, deze. Mochten er tussendoor vragen zijn, stel ze gerust. Ik probeer alles zo goed mogelijk te beantwoorden uiteraard. Nou, hier komt een plakstrook straks. Dus het is ook handig om die als een klein rillijntje te geven. Dan zit er bovenin voor het vouwgedeelte waarmee je het pakje straks in elkaar vouwt, ook een aantal lijnen. Vergeet die niet ook goed te rillen, want anders wil je straks niet in elkaar.
Nou, voor het dekseltje komt er ook nog een rillijn in. Om dat stukje voor omhoog te maken. En deze nog. Even spieken of ik ze heb. Volgens mij wel. Nou, zoals ik zei, dit wordt straks de plakstrook. Dus het is het mooist om niet hier een raampje in te zetten, maar in dit rechte deel. Het zou ook hierin kunnen, maar dan krijg je echt de zijkant van het doosje als voorkant. Dus ik vind het leukst om, om deze eigenlijk te gebruiken. Maar nu wil ik wel graag het ovale raampje. Dus ga ik hem toch even verschuiven. Nou, hier kunnen jullie misschien ook een beetje zien dat alle rillijnen er nu netjes in staan. En de grijze lijnen zijn echt de buitenkant van het doosje. Die gaan we straks knippen of snijden eventueel. Net wat je zelf makkelijk vindt. Nou, ik wil hier graag de voorkant in maken. Want dan komt de plakstrook van het doosje netjes aan de achterkant te zitten. En dan wil ik het ovaal het liefst gebruiken. Dus die teken je dan af. En dan kunnen we die straks met een raampje dichtplakken. Nou, zoals ik zei, ik ben altijd erg van het knippen, maar dat weten de meesten van jullie, denk ik, inmiddels wel. Zo, die even wat sneller. Oh, ik zie dat er iemand weg moet. Dat kan natuurlijk gebeuren. Maar ja, de Facebook Live is natuurlijk terug te kijken. Straks hier in de groep gewoon nog. En later komt hij ook weer op het YouTube kanaal van Marianne Designer. Dus rustig terugkijken kan ook nog, mocht ik iets te snel gaan. Nou, voor deze tussenstukjes knip ik het grijze driehoekje eruit. En dan knip ik hem door tot aan het kleine puntje wat ik eerder heb gezet. En ook hier, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar de bovenkant van het melkpakje bestaat natuurlijk ook uit een soort, ja, flapjes. Dus deze vier delen, die moeten ook los worden geknipt van elkaar. Dus ook hier knippen tot je eigenlijk bij de basis van het doosje uitkomt. En dan had ik nog een raampje gemaakt. Nou, mijn mesje doet heel vreemd.
de delen van de deksel, Femke, die moeten worden, nou ja, een stukje worden ingeknipt. Anders dan blijft het één geheel en dan krijg je er niet mooi een melkbakje van. Maar ik zal zo laten zien hoe die in elkaar wordt gevouwen. Alle vouwlijnen, die gaan we nu netjes vouwen. De onderste, die mogen naar binnen toe. Nu zie ik hier nog een klein gek stukje zitten. Die knip ik er ook nog even af. Nou, ik heb hem vooral losgeknipt, omdat dit dan makkelijker te vouwen is. De bovenste dunne randjes worden ook omhoog gevouwen. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ja, kan je wel eerst omhoog vouwen, dat is prettiger. Dan daarna wordt het hele flapje doorgevouwen. En dan kan deze weer terug. Die ook weer terug. Nou, nu begint het al een klein beetje ergens op te lijken. En nu moeten deze naar binnen. Als alles aan elkaar zit, is dat vrij lastig om netjes te vouwen. Vind ik persoonlijk. Maar misschien kan je het wel hoor, Femke. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje konden zien. Dit worden allemaal bergvouwtjes. En dan kun je straks het doosje zo in elkaar zetten. En ook bij deze worden dan die randjes weer bergvouwen. Ook dat omhoogstaande stukje in de deksel. En deze. Nou, ik vind vooral het vouwen makkelijker als dit erin geknipt is. Maar wellicht dat het ook anders kan hoor en doe ik het heel onlogisch. Maar zo vind ik hem zelf het fijnst. Nou, dan gaan we de opening van het raampje ook dichtplakken. Daar heb ik een stukje mica voor gebruikt. Gewoon zo'n doorzichtig papier is dat eigenlijk. Nou, het doosje is 6, dus doe ik hem net iets minder dan 6 in de lengte. Nou, dit zal voor jullie wat lastig te zien zijn met dat doorzichtige papier. Heel goed dat je het vraagt, Femke. En iedereen heeft zijn maniertjes en zijn dingetjes. En ik vind het vooral voor het vouwen het makkelijkst. Maar misschien dat je hem ook gewoon heel kunt laten. Even kijken. Het doosje is 4,5 breed. Dus dan maak ik hem net ietsjes minder. Even kijken. 4,5.
zijn er trouwens van jullie al veel bezig met paaskaartjes of andere paaswerkstukjes? Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Laat het gerust even weten in de chat. Ik kan lekker meelezen. Het is alleen maar gezellig. Ik heb wel al een aantal leuke paaskaartjes gemaakt die ik nog ga versturen ook. Die laat ik straks nog eventjes zien. Nou, voor het vastplakken van het mica heb ik dubbelzijdig tape gebruikt. Dat is gelijk droog, dus dat vind ik persoonlijk het makkelijkst. Oh, ik lees dat er al allerlei kaarten, een paaskip, paasdoosjes worden geknutseld. Hartstikke leuk. Zo, zit het raampje vast dicht. Even kijken, deze doe ik ook met tape. En de onderkant alweer net liever met lijm. Ik zie dat ik buiten het beeld ga. Nou, ga er even niet plukken. Duw ik het even aan met mijn liniaal. Nou vind ik het persoonlijk het mooist. Hier zit het raampje om hem dan ook op deze manier dicht te vouwen. Zodat als je hem neerzet je niet allemaal vreemde randjes ziet. Dan doe ik een klein randje hier. Daar gebruik ik dan die Nouveau lijm graag voor. Omdat die vrij snel droog is. Je moet er alleen niet te veel van gebruiken. Want dan krijg je allemaal bobbels in je papier. Dan gaat de achterste daar bovenop en de voorste daar weer overheen. En dan zit hij het net. Dan duw ik hem altijd graag even plat en dan stop ik mijn liniaal erin of iets anders. Zodat je de onderkant een beetje tegen elkaar aan kunt duwen. Dan denk ik dat hij al aardig droog is. Nu heb ik allemaal lekkere paaseitjes meegenomen. En ik vind, ik heb er 9 voor in dit doosje, dat past het leukst. Maar als je heel hard propt, passen er misschien nog net wat meer bij. Nou, het doosje kun je op allerlei manieren dichtmaken. Je kunt hem natuurlijk plakken. Je kan er ook gaatjes in maken en dan een touwtje doorheen knopen. Ik heb voor deze nu een mini wasknijpertje gebruikt. Dus dit wordt dan het doosje. Die gaan we natuurlijk ook nog even leuk versieren. Even deze weg.
Ik heb een randje gras gesneden uit het papier, het uniepapier van het papierblok Springtime. De productcode daarvan is de PK9174. Dus daar heb ik die uitgesneden. En daar heb ik de Craftable Slimline CR1583 voor gebruikt. Nou, ik heb eronder nog een extra randje overgelaten. Dus ik ga langs het doosje een stukje tape plakken. Kan uiteraard ook weer met lijm. Ja, het wasknijpertje kan inderdaad ook weer versierd worden. Of een leuk lintje eronder knijperen. Nou zit ik er met de rilpen en in het gras ook weer even een klein lijntje. Dat hij net ietsje strakker eromheen vouwt. Oh, ik lees hier dat Rosanne zelfs 20 melkpakjes voor collega's heeft gemaakt. Hartstikke leuk. Inderdaad, jammer dat je hier geen foto in kan voegen, volgens mij. Nou, zo gaat het gras helemaal rondom. Dat wordt een beetje te breed. En hier kan ook nog een heel klein stukje vanaf. En zo hebben we helemaal rondom het doosje een randje gras zitten. Daar had ik uiteraard alvast al dingetjes voor gestampt. In ieder geval mijn konijntje. Die gaan we zo nog even in elkaar zetten. Een libelle. En een aantal paaseitjes. De productcode van mijn konijntje is de CR1498, de bunny. De libelles zijn de dragonflies, dat is de CR1582. En de paaseitjes heb ik uitgesneden met het kleine malletje wat ook weer bij het konijntje zit. Nou heeft het konijntje... Ja, wat ingesneden lijntjes. Ik vouw vaak het buikje een beetje naar achter en dat armpje. En die andere een klein stukje naar voren. En dan doe ik hierboven een heel klein dotje lijm. En hier tussen. En daar komt dan het driehoekige stukje tussen te zitten. En die duw je er een beetje tussen, tot hij daar netjes komt te zitten. Nou, dan plak ik hem meestal ook nog graag even vast. En het staartje.
Die stans ik meestal uit dezelfde kleur als het buikje, dat het weer een beetje ja, wat meer geheel blijft. Dan zit er een heel klein driehoekig stansje bij. Dat is voor het neusje. En het cirkeltje uiteraard het oogje. Mocht je het trouwens lastig vinden om te bepalen waar het oogje moet komen, in de mal, in de kraftenbol zelf, zit een klein gaatje. En je kunt hem over je stansje heen leggen. En dan een heel klein puntje in het gaatje zetten. En dan heb je de hele, eigenlijk de goede plek voor het oogje. Met een roze potlood maak ik het wangetje een beetje roze. En dan leg ik hem even aan de kant om hem te laten drogen. Voor de roze paaseitjes heb ik trouwens het papier gebruikt uit mijn pepersetje Fleurige Groetjes. De productcode daarvan is de PK9177. Dat oranje eitje komt ook weer uit het Summer Picnic blok van Eline. En de gestipte gele eitjes komen uit het Rainbow blok. Dat is de PK9175. En die heb ik een beetje tussen het gras gestoken eigenlijk. Heb ik de zijkanten van het doosje vrij rustig gelaten, maar die kun je uiteraard net zo vol plakken als je zelf leuk vindt. En die komt hier. Goedemiddag, Francine. Gezellig dat je ook meekijkt. Nou heb ik ook twee verschillende stempeltjes door elkaar heen gebruikt. Die even klein stukje aan de kant. Dat is het setje Hallo Lente en Pasen, ook van mijn hand. Dat is de CS1043. En ik heb ook een stempeltje van deze set gebruikt, de telefoonberichten. Die heeft als code de CS1059. Oh, ik lees hier dat het altijd mooi opgeruimd is. Nou doe ik dat natuurlijk ook wel een beetje voor live. Want anders dan kom ik zelf ook niet meer uit al mijn spullen hoor. Van het paassetje heb ik het tekstje paaseieren zoeken gebruikt. Alleen ga ik dat woord zoeken niet gebruiken. Dus die gaan we ook even vrij laten van inkt. Nou, daar heb ik een stukje roze unipapier voor gebruikt. Dan kleurt hij weer perfect bij de paaseitjes. Nou, dan zit ik hier toch iets aan te doen. Dat is die.
En dan had ik van de telefoontekstjes. Er eentje gebruikt met voor jou. Even zoeken, waar zit die? Hier, berichtje voor jou. Dus daarvan heb ik dan het stuk berichtje weer niet gebruikt. En zo kun je weer eindeloos variëren. Even kijken deze. Want dan hebben we zo meteen de tekstje Paase eieren voor jou. En dan is het een heel leuk aardigheidje om mee te nemen. Nou, ook hier laat ik dat voorste stukje van de stempel dan vrij van inkt. Even kijken of deze in één keer wil. Van die hele dunne tekstjes stempel ik er vaak stiekem een paar. Dan kun je de mooiste uitzoeken uiteraard. Nou, die is dubbel. Oh, ik duw mijn stempel te hard. Nu wiebelt de camera alle kanten op, zie ik. Mijn excuus. Ja, Femke, ik durf niet te zeggen of ik het die er los bij heb zitten. Zou heel goed kunnen hoor. En meestal ben ik ook gewoon heerlijk aan het knutselen. En wat dan het dichtstbij is, dat is ook wel handig. Maar het zou zeker heel goed kunnen. Maar dat zou ik na moeten kijken. Dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Nou, de tekstjes. Nou, wat ik al zei, ik kies de mooiste er even uit. Dat is deze. Ik leg mijn liniaal vaak er net tegenaan. En dan neem ik of de streepjes, of deze streepjes, of de lijnen hierin. Die gebruik ik dan om te bepalen waar ik ga snijden. Meestal komt dat bij mij niet zo heel precies. Maar zo heb je wel een ja, heel makkelijk een leuk bannertje waar het stempeltekstje op zit. Hier kan nog een klein stukje vanaf. En bij dat paaseieren doe ik dan precies hetzelfde. Daar maken we ook een klein wannetje van. Die uiteinden vind ik vaak fijner om te knippen, omdat het zo dun is dat het dan snel gaat verschuiven met snijden. Bij mij in ieder geval. Paaseieren doe ik met een 3D tapeje en dan plak ik daar zo meteen het voor jou weer een beetje onder. Nou, zo is het net of die ook een beetje onder de knijper vandaan komt. De libelle die heeft verschillende vleugeltjes. Eén dubbele voor een rechte, ja, voor een libelle eigenlijk die recht naar je toe vliegt. En hij heeft ook een paar lijfjes en die kun je op allerlei manieren weer combineren met de vleugeltjes. Ik heb voor deze een libelle met een schuin vleugeltje gebruikt.
En zo kun je hem dan een klein beetje naar beneden laten vliegen. Maar er zitten nog meer lijfjes bij dat je ze eigenlijk elke kant op kan laten vliegen of er een beetje boven kunt laten hangen. Daar heb ik hier trouwens wel een mooi voorbeeldje van. Bij deze kun je heel goed zien dat de libellen qua opbouw hetzelfde zijn, maar dan toch weer helemaal de andere kant op vliegen. En door het lijfje net anders te plakken, zien ze er ook weer verschillend uit. Oh, volgens mij hou ik het een beetje buiten. Dus daar kun je ook weer lekker mee spelen. Ik heb voor deze libellen een beetje glanzend parelmoerpapier gebruikt. Maar die libellen zijn ook heel leuk om de vleugeltjes ervan uit vellum te stansen. Nou, zal het konijntje aardig droog zijn. Dus die mag ook een plekje op het doosje krijgen. En het paaseitje kun je dan een beetje tussen de armpjes van het konijntje schuiven. Zo lijkt het net alsof hij hem echt vast heeft. Ik vind het leuk om diertjes net iets meer levend te maken. En dat doe je heel makkelijk door een klein wit stipje op het neusje te zetten. En in het oogje. Daar kun je een gelpen voor gebruiken. Ik vond laatst deze mooie pen. Dus die vind ik ook wel erg fijn. En dan is dit het paasdoosje geworden. Dus dat is het eerste werkstukje wat ik jullie graag wilde laten zien. Zoals jullie weten is er ook weer een nieuwe tekstcirkel uitgekomen in maart. Niet alleen die met geboren, maar ook eentje met vrolijk Pasen. De productcode daarvan is de CR1580. En ik bedacht me later dat het wel heel leuk zou zijn om daar misschien een paashanger mee te maken. Dus dat heb ik geprobeerd. Ook daar heb ik vast het een en ander voor uitgesneden. En dit is de cirkel als je hem uit wit snijdt. Achter die cirkel ga ik twee oranje cirkels plakken. Daartussen gaan we een stukje lint verwerken. Ik heb daar gewoon een stukje wit lint voor gebruikt. Maar misschien is het ook leuk met kant of een paar lintjes. De binnenste cirkel, dat witte deel, is altijd 9,2. Ik vind het mooi om achter de tekst nog wat kleur te doen, zodat het er nog iets meer uitkomt. En dan hou ik 10,5 aan. Ik heb een cirkelsnijder. Even kijken of ik het aan jullie kan laten zien. Zo. Dan zet je hem naar 10,5. En dan draai je hem weer vast. En als je dan aan het roze dingetje draait, komt daar een mesje uit. En zo ga je hem netjes op 10,5 uitsnijden. Hierin zitten ook allemaal lijnen. Kun je ook zien. Nou, ik ga hem op 10,5 doen. Dus dan zorg ik dat die 11 er net in zit. Dan blijft hij altijd netjes in het papier zitten.
En dan snij je hem er zo mee uit. En om hem helemaal netjes te verwerken, wil ik hem graag twee keer. Mesje weer terug. Ik ga de tekstcirkel met 3D tape op de oranje cirkel plakken. Nou, doe ik altijd vrij veel 3D tape, want ik ga straks nog een soort van landschapje opbouwen. En als je het dan echt alleen aan de rand hebt geplakt, deuk je steeds heel erg je papier in. Dat vind ik persoonlijk niet zo prettig. Dus gebruik liever net iets meer tape. Nou, gaat die over de tekst heen en dan zit die netjes vast. Het vrolijk paas wil ik graag rechtop erin hebben. Op de hanger. Dus ik ga hem netjes zo rechtop laten liggen. Als je het fijn vindt kun je nog een pijltje zetten. En het lintje ga ik dubbel klappen. En ook weer met een stukje tape vastplakken. Oh, de libelle. Even kijken. Die heeft als nummer, dat is een craftable, dus een CR1582. Oh, ik zie ook dat er nog net iemand aangeschoven is. Francine, welkom. Je hebt eigenlijk het eerste werkstukje een beetje gemist. Dat is deze. Een doosje met de paaseitjes. Maar de Facebook Live blijft achteraf uiteraard nog zichtbaar in de groep. En komt later ook weer op het YouTube kanaal. Dus hij is gewoon terug te zien. Nou wordt hij een beetje lang, zie ik. Dus ik ga er toch een stukje afknippen. En dan heb ik het net te hoog geplakt. Zo, deze gaat met lijm erop. Ja, het paasdoosje is heel gevaarlijk. Het bakje, het glazen potje met paaseitjes was wel erg gevaarlijk. Want dat wilden ze erg graag leeg eten. Dus ik denk nu na de lijf dat ze er heel graag allebei eentje willen. Misschien moet ik ze maar gewoon lekker voor paas bewaren. Nou, die andere cirkel gaat er netjes achter. Dan zit het lint mooi wegverwerkt.
En zo heb je eigenlijk al een leuke hanger. En die kun je verder helemaal naar wens versieren. Nou, vond ik het leuk om hier nog een klein beetje een landschapje mee te maken. Dus ik ga de stans van de wolken gebruiken van de nieuwe Slimline Craftable. Van deze was de productcode de CR1583. Het landschapje ga ik opbouwen met lichtblauwe lucht. Lichtgroen voor het gras. Daar heb ik ook weer zo'n mooie unieke kleur van gebruikt uit het blokje Springtime. En ik heb uiteraard ook een stukje vellum voor de wolken gebruikt. De truc als je alles netjes in de cirkel wil krijgen, is dat je de cirkelsnijder één keer op de goede maat zet en alles daar gelijk mee uitsnijdt. Dus dat gaan we nu doen. Ik zie ook een vraag of er een wetenschapscirkel komt. Daar kan ik alleen maar op zeggen, wacht maar rustig af. Even kijken, ik zei het al een beetje, ik zal het ook nog even laten zien. Het binnenste witte deel van de cirkel is 9,2. Dus de cirkelsnijder gaan we ook weer op die maat zetten. Dan zijn de millimeters wat moeilijker natuurlijk om echt nauwkeurig te doen. Halen we het mesje er weer uit, die even net buiten. En dan zie je dat hij toch net niet helemaal netjes is. Dus ik ga hem nog net ietsjes groter maken. Oh, ik zie ook dat ik hem een beetje scheef heb gedaan. En dan vind ik deze een stuk netter. Dus dan staat de snijder nu helemaal goed. Dan gaan we hem ook nog een keertje uit vellum halen. En uit het groene papier. Die er weer even in. Anders maak ik mijn bureau kapot. Nou, we hebben drie dezelfde cirkels. Die blauwe kan er vast op. Die groene vind ik leuk om, die kunnen we ook eventueel met de mal doen. Dan zou het een beetje zo worden. En die kan dan zo bijvoorbeeld. Nou, ben ik heel even uit beeld. Ik ga hem even afsnijden. Zo. Dit deel hebben we dan uiteraard niet nodig.
denk dat ik hem toch ga scheuren. Dat vind ik ook wel erg leuk. Dan krijg je net weer een beetje een lichter randje. Maar uiteraard is het randje gras ook leuk. Wanneer je vellum gebruikt, zie je daarachter natuurlijk de lijm die je plakt. Oh, 3D-tape is misschien leuker voor daartussen. Dus het is handig om steeds bij dat vellum te kijken dat je de tape alleen op de delen plakt waar je later nog iets overheen gaat. En dan doen we deze met wat 3D. Kunnen we daar straks nog een bloemetje en een paaseitje tussen plakken. Ja, vellum kun je inderdaad ook helemaal met dubbelzijdig plakband beplakken hoor, Femke. Dat heb ik inderdaad ook wel eens gedaan. Maar ik vind het nog steeds het mooiste als je er echt niks doorheen ziet. En dat kun je alleen maar doen door er echt niks achter te plakken. Maar ik heb het wel eens met een pillendoosje gedaan. En een kikkertje. En toen heb ik het vellum inderdaad helemaal beplakt met tape. En dan met tegen de pilletjes aangeplakt. En dan zie je het ook bijna niet. Nou, is de basis van de hanger eigenlijk helemaal klaar. Dus nu is het vooral nog versieren. En daar heb ik weer een paar bloemetjes voor gebruikt van mijn collectible Col 1504. En dat doe ik met dat flower shaping setje. Maak ik de blaadjes weer even een beetje rond. Dat ziet er net iets gezelliger uit. Konijntje had ik al in elkaar geplakt. Leek me zo saai om twee keer in elkaar te gaan plakken voor jullie. Even kijken, de tulpjes. Ja, bij het konijntje zit ook het snijmalletje van de tulpjes. Je heeft een keer het bloemetje met de steel en dan nog een keer apart een malletje om de twee bloemetjes mee uit te stansen. En die passen daar dan precies weer netjes op. En zo kun je ze heel makkelijk een kleurtje geven. En dan is het verder eigenlijk vooral een beetje ja, leuk aankleden. Konijntje, paaseitjes, bloemetjes. En dan heb je een hele gezellige paashanger.
Nou, het konijntje ga ik ook met 3D-tape opplakken. Maar het lichaam komt op het gras, daar zit al een laagje onder. Dus doe ik een dubbel laagje tape onder het hoofdje, zodat het nog wel een beetje ja, een plat geheel blijft eigenlijk. Anders krijg je allemaal bubbels in het konijn. Dankjewel, Via. Oh, dan vergeet ik hem hier op te halen. En ook deze krijgt een paaseitje in zijn handen. Nou blijft dit handje net wat verder rechtop staan. Daar doe ik een heel klein beetje lijm achter. Even kijken, dan had ik nog wat bloemen. Die wilde ik graag versieren met pareltjes en animal dots. Ik heb de witte pareltjes gebruikt. De productcode daarvan is de CA3132. En ik heb de snowflakes gebruikt, de animal dots. De productcode daarvan is de PL4520. Twee van deze gebruikt. Zo. Nou, die grote bloem kun je ook weer makkelijk met een stukje digi-D-tape wat hoger opplakken. En daardoor kun je ook weer wat makkelijker er nog wat blaadjes tussen schuiven en vastplakken. Meestal verzin ik echt pas wat ik ga maken, of hoe ik het ga maken als ik het aan het maken ben. Maar dat klinkt vast heel herkenbaar voor velen. Dankjewel, dames. Oh. Het steentje valt eraf. Ja, graag gedaan, Marianne. En het wordt voor veel inderdaad alweer tijd om kinderen bijna op te gaan halen. Die van mij zijn om 3 uur uit, dus ik heb nog wel even tijd.
Even kijken, dan had ik hier nog twee paaseitjes. Zo, en dat is dan de paashanger. Dan wil ik ook dit konijntje graag nog een beetje extra lief maken en een beetje leven geven. Dat doe ik weer met de roze potlood. Het wangetje een beetje. En weer een klein wit stipje op de neus en het oogje. En dan denk ik dat je zo op een makkelijke manier een hele leuke paashanger kunt maken. Op de achterkant, die hebben we gewoon helemaal blanco gelaten. Je zou hem dubbelzijdig kunnen maken als je hem in een boompje of aan een grote paastak wil hangen. Kan uiteraard ook volschrijven met tekst. Dus dat was het idee van de paashanger. En dan uiteraard het doosje nog. En dan had ik hier, deze had ik ook al eventjes laten zien. Hier heb ik de tekstcirkel ook gebruikt. Het konijntje, de paaseitjes, de libellen. Hier heb ik dan de tekstcirkel een stukje afgesneden. Dus dan plak je hem gewoon op de kaart. Draai je hem om. Dan snij je hem of je knipt hem er langs af. En dan heb ik er ook nog eentje weer met de hele tekstcirkel. En dan de leuke bloemetjes voor het voorjaar. En de kan met takken. En wat ook weer leuk is met de tekstcirkel is om hem natuurlijk op een rond kaartje te plakken. Dat is ook weer wat anders. Dus dit is een beetje wat ik jullie wilde laten zien. Ik hoop dat jullie het een leuke live vonden. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Stel die dan gerust. En anders ga ik hem zo meteen afsluiten. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het kijken. En ook voor jullie een hele fijne dag uiteraard verder. En als jullie leuke werkstukjes maken met de materialen van Marianne Design, met Pasen, laat ze uiteraard lekker zien in de groep. Ontzettend leuk om te zien natuurlijk wat jullie er mee maken. Ja, Femke, om je vraag te beantwoorden, er komen inderdaad nog een paar tekstcirkels. Staan op de planning in ieder geval. En wat wanneer precies komt, dat is natuurlijk nog een verrassing. Nou, bedankt allemaal. Fijne middag. Doeg!